Hey, hallo en welkom jongens. Vandaag zijn we weer aangekomen in de publiekelijke Content Veen server. Hallo Ralf Rimbo in iets team. Het is inmiddels al 2 tot 3 maanden geleden dat deze prachtige server is geopend, jongens. Waar jullie met z'n allen op kunnen spelen. En ik dacht, laten we vandaag weer even een beetje rondlopen erdoor. En allemaal leuke dingetjes aan jullie laten zien. Wat jullie kijkers in 3 maanden tijd gebouwd hebben. Ik heb een paar dagen geleden een video gemaakt waarin ik in Skyblock met Robin heel veel eilanden ben gaan beoordelen. En een winnaar gaven we een leuke prijs. Vandaag wil ik ook even door de survival wereld heen lopen. Hallo Welen. Hallo meneer de Wier. Hallo meneer de Tovenaar. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even beginnen in creative, jongens. Want daar ben ik echt al in eeuwen niet meer geweest. De creative wereld van Content Veen kunnen mensen gewoon bouwen wat ze willen, doen wat ze willen en gaan en staan waar ze willen. En ik ben daar echt al in maanden niet meer. Wat is dit? Wow! Iemand heeft mijn skin hier gemaakt met een dood hoofd van Frederik. Met de zwaard er doorheen. Met het virus helemaal om het zwaard. Damn! Jongens, voor als jullie de serie Content Veen volgen. Hier even een flashback naar de dood van Frederik. Iemand heeft echt zijn best gedaan om een lijp stambeeldje van te maken. En kijk wat er onder ook allemaal staat. En hij staat ook naast de span. Deze gast heeft gewoon echt zijn plekje benut. Van wie is dit eiland? Van wie is deze? Deze is van Notjurber. Notjurber, gast. Of Notjurber, weet ik. Oh, maar deze kijk hier beneden. Oh, dit is het virus. Wow. Wie is dit? Burgemeester, gast. Wat is dit cool. En hij heeft ook een soort gradient, heeft hij, dat hij hier naar beneden loopt. Oh my days. Dit vind ik echt geweldig, deze build. Ik vind deze build echt geweldig, jongens. Wauw. Niet normaal. Echt niet normaal wat deze guy hier allemaal heeft gebouwd. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Dit vind ik echt amazing. Het hele virus hier beneden. En een gedeelte van de brug dat naar beneden is gevallen. Wauw. Respect. Respect voor de lijpe build. Hij heeft waarschijnlijk ook hier helemaal routes gemaakt. Zo, ja. 100%. Heel sick. Wat is dit? Het laboratorium? Oh, dat is Fred. Fred staat hier. Wauw. Deze guy heeft een soort van Content Veen nagebouwd. Deze gast heeft gewoon daadwerkelijk Content Veen nagebouwd. Dit is het huis van Fred. Oh, dit is het oude huis van Frederik. Oh my days. Met het laboratorium hier beneden. Heeft hij die ook gebouwd? Oh, en dan kom je daaruit. Ik snap hem al. Wat sick. Dit is gewoon basically een soort van extreme versie van mijn survival. Hier is het graf van Kwast. Wow, wat een coole manier om een graf te maken, dit. Gast, nou, deze guy heeft echt allemaal leuke dingen gebouwd. Ik vind het echt leuk. Ik haal heel veel inspiratie eruit. Wat is dit? Wat is dit gebouw hier dan? Het ziekenhuis van Bob waarschijnlijk. Met het... Ah! Deze gast heeft alle details. Dit is het ziekenhuis van Bob. Waar het antigif, de 4 groene beacons. Die heeft hij erbij gebouwd. En wat is op deze hoek? Dit is een ballon in de muur. Naam, Puk, ratingmuur. Oh, we gaan een rating achterlaten. Absoluut. Walnut. En dan geef de rating. Zo, ik geef het een rating van 1 miljoen. Zo, een rating van 1 miljoen. Hoppakee. Laten we het gloeien. En pakken we nog even de lime dye. En die doen we er ook op. Ja, echt amazing. Geweldig dit. Heel leuk. Zoveel details. Maar goed, laten we even verder gaan. Kijken wat we nog meer kunnen vinden naast deze geweldige build. Sowieso hebben mensen alleen maar leuke dingen gebouwd, jongens. Kijk, daar is ook een vliegende draak. Ook iemand heel veel moeite in gestopt. Ook weer vliegende eilanden. Doofood staat hier. Allemaal mini-vestjes van ons. Ik ben een... Huh? Ik ben een oger. Lijken we al de oger. En waarom is mijn buik zo dik? Koning Kippetje hebben we hier. Vliegende eilanden. Soort skyblock eilanden. Hier is iemand ook wat lijps aan het bouwen. Een soort kasteel lijkt wel. Ook heel mooi dit. Wauw. Prachtig. Wat is dit? Wat is dit? Is dit René? En dit ben ik. Kijk die hoed. Waar is mijn hoed? Ik blijk wel, waarom is René zo lang en rood? En waarom heb ik zo'n hoog hoedje op? Beetje misvormd en misschien, maar je kan... Zien het is. Ik weet niet wat. Ik vind het leuk. Ik vind het prachtig. Die hebben ook een versie van mij staan. Mensen zijn zulke random dingen aan het bouwen, jongens. Het is echt leuk. Vermakelijk om te zien. Ze worden raarder, jongens. Ze worden raarder en raarder, de skins. Ik weet niet wat dit is. Ik weet niet wat die daar is. De versies worden alleen maar gekker. Hey, Robin is ook gebouwd. Dikke shout-out naar Robin, jongens. Die is ook gebouwd. Ah, moet ik zeggen, hij ziet er wel echt als Robin uit, inderdaad. Iemand heeft een boom der bomen gebouwd. Natuurlijk, jongens. Een boom der bomen. Goed bezig. Nog een boom der bomen. Hier ben ik op een kippetje aan het vechten tegen een zombie op een kippetje.
Dit zijn gewoon twee mensen die samen hebben gewerkt met hun plot. Koning. Wat, ik wil, hoe ziet de binnenkant eruit? Hoe ziet het eruit? Het is leeg. Net zoals mijn eigen hoofd. Leeg van binnen. Hier is Huggy Wuggy is gemaakt. Oké. Okay. Nog meer bomen in de bomen, jongens. Een boom in de boom in de fik. Nee. Jongens, blus het. Blus het. De boom der bomen brandt af. Dit is een Walnut versus Mak. Mak is op 23k, Walnut op 267k. Oh, dan is dit best wel oud, want we zitten inmiddels bijna op 300.000. Wow, iemand is een mooi kasteel hier aan het maken. Oh, dit ziet er cool uit. Van wie is deze? Rink. Rink, mijn jongen. Mijn man. Want volgens mij, hoe oud ben je? Zet Rink, 1982. Wat ben jij een lijp iets aan het bouwen? Of lijp iets aan het bouwen. Volgens mij ben je al lang klaar, maar... Hij heeft zelfs een interieur erbij en zo. Wauw. Heel sick. Ziet er goed uit, dit. Zo zie je maar, jongens. Iedereen is hier allemaal gekkigheid aan het bouwen en zo. En dat kan jij ook gewoon doen. Join nou gewoon even dit IP. Speel je nou Bedrock editie? Join dan even met deze poort, dit IP en deze poort. Bijvoorbeeld op je Switch. Bijvoorbeeld op je mobiel, op je laptop, op je... Of op je laptop, op je iPad, weet ik voor wat. Join gewoon even. Hartstikke leuk. Hier, dan kan je hier ook naar kijken hoe dit draak hier... Heel geweldig, dit kasteel hier. Oh, dit ziet er echt leuk uit. Wow, wat een mini-toren, maar wat goed uitgevoerd dit. Die draak hier, met die tanden en zo, die is gewoon dit kasteeltje hier aan het aanvallen. Maar het is zo'n miniatuur allemaal. Gast, wat leuk. Het is een soort miniatuurkasteeltje dit. Dit vind ik er echt leuk uitzien. Kijk hoe klein het is, maar hoe leuk. Kleine knus. Met het vrijheidsbeeld. En hij heeft focusring in zijn hand. Oh, dat vind ik leuk. Dit is een soort van het vrijheidsbeeld, maar dan ik. Een beetje plat. Met focusdrink in mijn handen. Wauw. Een heel soort lijp pleintje hier. Sick. Ook heel leuk. Verstraat. Ik denk dat ik echt uren rond kan vliegen en dingen tegenkom. Ik denk dat je echt uren rond kan vliegen gewoon. En non-stop allemaal random dingetjes tegenkomt. Hier ook weer een heel... Jeumig. Dit is heel dicht bevolkt. Oh, maar deze vind ik leuk. Dit is pas middeleeuws, jongens. Kijk hoe dicht alles op elkaar staat. Dit is de vibe die je wil hebben in een dorpje. Precies deze vibe wil je in een dorpje hebben. Dit is zo leuk gedaan. Dit vind ik echt leuk. Je kan overal door steegjes lopen. Dan kom je op overal plekjes uit en zo. Wauw. Leuk man dit. Kijk dit straatje hier. Deze vibe hier. Vind ik zo leuk. Alright, maar goed. Laten wij nu heel even naar de survival wereld gaan jongens. Al moet ik wel zeggen. Het survival seizoen begint over 4 dagen. En tegen de tijd dat deze video online staat. Is dat volgens mij over 2 of 1 dag al. Dan komt er een nieuw survival seizoen. En ik kan zeggen. Dat wordt een heel leuk seizoen jongens. Laten we eens even kijken naar de scores hier. We hebben hier Twan030 met 1,7 miljoen euro. En Makkus de YouTuber staat er ook op met 600, bijna 700.000. Waarom staat Makkus de YouTuber nou hierop, jongens? Het is letterlijk mijn aardsrivaal. En dan staat hij op de top 10 lijst met rijkste mensen van de server. Nou, laten we even naar een willekeurige plek teleporteren. En dan kijken we wat voor leuke basis wij gaan vinden. Nou, we hebben de eerste basis gevonden. En jongens, jullie moeten onthouden dat dit hier zeg maar gewoon allemaal in survival is gebouwd. En net zoals mijn survival serie Content Fame, is dit allemaal hier gewoon in survival gebouwd door mensen. Allemaal de blokjes gehakt, allemaal weet ik wat... En kijk hoe druk en gezellig het hier gewoon is. Nou, sommige dingen zien er dan ook weer niet heel netjes uit zoals dit hier allemaal. Maar kijk hoe leuk het gewoon is. Hier, kijk wat mensen aan het doen zijn met z'n allen. Dit is toch geweldig. Mensen zijn gewoon met een groepje, met vrienden zijn ze gewoon lekker aan het survivalen en zo. En ze creëren wat ze willen. Gewoon waar ze dat moment zin in hebben. In dit geval een heel stad en een heel dorp. Volgens mij ben ik sowieso in de buurt van het huis van Makkus. Ja, die is hier. Kijk jongens, hier. Staat ook Makkus, staat er heel mooi. Stomme basis dit. Maar wat is er druk? Wat is er veel gebouwd? Wauw, dit vind ik ook leuk uitzien. Hier helemaal bij die ijsdingen in de buurt. Er is ook een mooi grote soort mansion gebouwd. Mega huis. Kijk, de bewoner is er ook gewoon. Hallo Guuske. Hallo. Wat ben jij leuk aan het bouwen hier allemaal? Hallo. Hij zegt hallo. Hoi tegen me. Hoi. Wat leuk dit hier. Gezellig. Leuke omgeving vooral gewoon. Hier zijn we aangekomen bij de basis van Justin. Oftewel Justout YouTube. Die heeft hier een soort villa gebouwd. En je zou zeggen dat hij dit zeg maar zo gevonden heeft. Maar deze hele omgeving met al die bergen hier en zo. Kijk, dat kan je aan de buitenkant vooral goed zien. Dat heeft hij allemaal zelf gebouwd, deze hele omgeving. Oh, maar deze is hier ook echt van... Er is een heel kasteel hier wordt hier ook gebouwd. Hé, hey, dit lijkt wel een beetje op mijn Content Fame kasteel dit. Sick. Dan hebben we hier Noah haar basis. Noah haar basis vind ik er ook echt heel leuk uitzien, jongens. Met hier twee mega mooie torens. En wederom, heel die omgeving hier is zelf gemaakt. Kijk, deze torens ook. Maar vooral het interieur van dit huis vind ik heel leuk, jongens. Moeten jullie zien. Als je hier binnenkomt, zo. Kijk, als je hier binnenkomt. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. Kijk dit dan. Oeh, iemand heeft voor lieve nood. Hebben ze een boekje achtergelaten? Ga ik lezen. Nee, grap jongens, dat gaan we niet lezen. Wow, wat is dit dan voor lijp groene muur ineens? Waar komt dit uit? Wat is dit? Sick.
Oh, dit is de trap naar de torens waarschijnlijk. Nee, niet. Waarom staat hier ladders? Hier, dit is waarschijnlijk naar de torens toe. Oh, ja, waarschijnlijk kom ik hier bij de torens uit. Of niet? Waar kom ik uit? Wat is dit? Waar zijn we? Bij de torens! En dan hebben we hier Rick's basis. Rick, van Rick. Hij heeft een to-do-lijst. Voeg even wat aan toe. Abonneren op Walnut. En dan maken we die met glow inked. Zo, hoppakee. Abonneren op Walnut. Dat is nog één dingetje die je even op je takenlijst moet doen. Rick, gewoon even abonneren. Hier is nog een kasteel. Heel cool. En ik weet toevallig dat hier, jongens, hier bevindt zich ook een mega groot kasteel. Gewoon heeft iemand in survival even gebouwd. Mensen bouwen echt de gekste dingen. Het is echt leuk om te zien dat er in survival en in creative zoveel gekke dingen worden gebouwd. Maar goed, genoeg over survival, jongens. We hebben nu creative en survival gehad. Cakewars zijn mensen nu lekker een paar potjes cakewars aan het spelen. Zelf heb ik er ook een paar gehad. Laten we even kijken op welke positie we staan. Ah, we staan op plek 1340. Oftewel, meer dan 1000 mensen zijn beter in cakewars dan ik. Terwijl ik al 12 uur heb gespeeld. De mensen hebben dan echt veel gespeeld. Dat ze gewoon mensen zoveel beter zijn dan ik. Je maakt me een beetje sip. Laten we trouwens dat we nu in de lobby zijn. Laten we gewoon even een, wat is het? Een trampoline plaatsen hier op de grond. Hier kunnen mensen op de trampoline springen zo. Kom jongens, trampoline. Dat staat er voor jullie. Waarschijnlijk zijn jullie AFK. Ah, kijk, hier zijn meer mensen in de andere lobby. Laten we hem hier plaatsen. Zo, zien dat nu mensen op de trampoline gaan. Kom op, jongens. Ja! Mensen gaan op de trampoline. Cool bunny. Dankjewel. Iemand die me op zijn minst support. Hier, zet ook een muziekje neer. Kunnen mensen gewoon een beetje partyen in de... Kunnen mensen partyen in de lobby. Er is echt van alles gaande af en toe. Af en toe join ik de server en dan muziek, trampolines, draaimolens, confetti, weet ik wat allemaal. Er gebeurt echt vaak van alles. Maar goed, laten we even naar Skyblock gaan. En wat ik wil gaan doen, jongens, is in onzichtbaar wil ik mensen even een beetje bespioneren. Ik ben namelijk wel benieuwd wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Oh, deze gast heeft inmiddels al bijna 10.000 vissen gevangen. Staat hij er nu ook? Nee, er staat... Ja, alleen één iemand staat te vingen. Niet te vissen, maar te vingen. Hallo Marco. Succes met vissen. Oké, we staan hier bij It's Tim's eiland. Die was net nog volgens mij in een andere wereld te vinden. Maar die staat hier bij een AFK Iron Golem Farm. Het is best luid. Wat heeft hij hierboven allemaal? Oh, dit is zijn Skyblock eiland. Oh, dit ziet er cool uit. Hij is nu even heel veel ijzer aan het farmen. En volgens mij, als ik in die kist kijk... Dan gaan we even snel creative. Dan hopen dat hij ons niet ziet. Ik kan de kist niet in. Ik kan zijn kist niet in. Oh, ik heb geen toegang. Oh jee, hij gaat zich omdraaien, denk ik. Oeh, snel weer de spectator. Oeh. Oké, laten we even naar een ander eiland gaan. Ah, nee, we zijn hier in de PvP-arena, jongens. Hier is Tom Yu. Is tegen mensen aan het PvP. Ik ben benieuwd hoe goed hij is. Oké, daar springt iemand in hier. Oh, Team Marcus, let's go. Team Marcus, kom op. Je kan het, pak hem. Pak. Oh, je bent dood. Stijntje gaat het ook proberen. Let's go, Stijntje. Je kan het, Stijntje. Je gaat vast niet dood. Pak zijn spullen, Stijntje. Rennen. Ren voor je leven. Ren voor je leven, Stijntje. Vlucht. Probeer te vluchten. Wat een... Oh, ik was echt wat een episch gevecht, maar het valt wel mee. Een van deze moet er even inspringen. Die hebben goede armor. Ik ben benieuwd hoe hun PvP skills zijn. A few moments later. Oké, ik heb hier inmiddels al, wat is het, 5 minuten gestaan. En ik denk niet dat er iemand anders echt in gaat springen. Zover ik nu ernaar kijk. Oh, er is iemand anders in. Rico! Rico is erin gesprongen. Rico, ga je tegen Tom vechten? Of niet? Nee, ga je... Jullie gaan niet tegen elkaar vechten. Dat zou een epische battle kunnen zijn als je ze zo ziet. Maar nee, het gaat niet gebeuren. Maar goed jongens, het idee van deze video. Ik wilde jullie even laten zien wat er allemaal gaande is op de server. Kom ook gewoon even gezellig spelen. Dit is het IP, het staat nu boven mijn hoofd. Speel je nou Bedrock Editie, dan kan je deze poort gebruiken. Reageer even in de reacties als jij op de server speelt. Want ik zou het hartstikke leuk vinden. Oh ja, trouwens, dit is op het moment in de lobby's. Kan je hier lobby een hunt gaan zoeken. Oftewel de hoofden van Content Fan. Je hebt hier Fred en dan ga ik er eentje verklappen. Dat is namelijk deze Justin hier. En als je daarop klikt, dan krijg je hem dus zeg maar, heb je hem gevonden. Je moet er allemaal op klikken. Je moet al die hoofden hier vinden. Kijk, zoals dat. En als je alle 10 hebt gevonden, dan krijg je een aantal gems. En met die gems kan je leuke dingen vinden. Kijk, daar staat er nog één. Hier, dan pakken we die ook even zo. Hoppakee. In totaal zijn het er 10. Maar goed jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is een beetje een aparte video, maar ik wilde jullie gewoon even up-to-date houden over wat er allemaal gaande is in de server. Na ongeveer 3 tot 2 maandjes. Vergeet zeker even niet te liken, vergeet zeker even niet te abonneren. Kijk lekker deze video, want dit is ook een hele leuke video om zeker even te kijken. Heb je dat nog niet gedaan, moet je het nu even doen. En dan nu spreek ik later. Glaasje waterveld, vier blesje bier, tot de volgende keer.